wat een vodka. Ik was na 15 kilometer al nog niet eens, na 10 kilometer al gelost of zo. En, karakter. Vandaag puur op karakter weer gereden. Een lichaam die wilde niet, maar... Ja, die kop die zei, godverdomme, je gaat naar die finish toe. En ik heb er in het begin had ik echt de koppakking onderuit liggen. Nou, toen hij er weer ondergeschroefd was, toen ben ik weer gaan rijden. En verdomme, we halen het. Hoe ben je? Hoe dan? Je zijn voor de drink? Heb je ergens aan opgeven gedacht? Marijn Zeeman zei zoiets bij ons in de uitzending. Ja, ik heb na 10 kilometer, toen zat ik zo naar de kloten. Ik kwam niet meer vooruit, joh. Ik zeg tegen Marijn, het is gedaan, joh. Nee, godverdomme, knokken. Dus toen ben ik weer gaan knokken. En ja, op een gegeven moment kreeg ik mijn benen weer terug. En toen ben ik gaan rijden. En ja, toen kon ik plots weer tempo rijden. En ja... Je bent er, op tijd. Je kan morgen rusten en dinsdag ga je gewoon weer van start. Ja, zeker. Sorry voor de taal die ik af en toe uitgooi, maar ik zit echt helemaal kapot.